Ik ben nu onderweg naar onze jarige Liam. U heeft ongetwijfeld al gehoord van Liam. Liam heeft een hele zware ongeneeslijke ziekte die wel tegengehouden kan worden. En daar gaan we het nu met zijn ouders over hebben. En we hebben van kindjes en zo een leuk cadeautje meegekregen om aan hem te geven. Gaat u met me mee? Ja, hi, hiepe de piep. Hoera! Daar is de jarige Joop. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. We komen een cadeautje brengen voor de kleine man. Dankjewel. Nou, gezellig. Kate, Piotr en Liam, gefeliciteerd met de eerste verjaardag van jullie zoon. Dankjewel. Ja. En Liam, hiepe de piep. Hoera! Kijk eens, heb je een klein cadeautje. Dat krijg je van tante Angelique van Kindjes en zo. Oh, bedankt, tante. Oh, dank je wel. Ja. Kijk eens. Papa vast al, hè. Wauw. Kijk. Kijk, weet je, 1 miljoen kusjes, want je bent 1 jaar. Wow. En het liefste maken we er 1 miljoen euro's van. Maar ja, ja. Zo rijk zijn we niet bij Zandvoort Inside. Maar als we het hadden, dan kreeg je ze, lieve schat. Wij gaan voor vechten. Ja, Kate, Piotr, jullie hebben echt dringend geld nodig, hè, voor jullie zoontje. Ja, dat is heel erg belangrijk voor ons dat Liam... Dat Liam die geld krijgt, natuurlijk. Ja. Voor Solsema. Die kan wij zelf niet betalen, dus. Ja, om even bij het begin te beginnen. Hij heeft een zeldzame ziekte. Ja. Een spierziekte. Spierziekte. Hoe heet die ziekte? SMA. SMA. Ja, type 2. Type 2. 2A. Ja. Precies. En Liam is nu 1 jaar. 1 jaar. Is te weinig eiwit. Ja. Eiwit toch, in Liam, ja. Bij Liam. En die spieren worden gewoon zwakker en zwakker. Omdat hebben ze niet genoeg krachten voor beentje optillen en handje, hoofd. Hij kan niet meer zelf draaien. Dus, zijn hoofdje niet meer draaien of wel zijn hoofdje lichaamje wel, niet meer? Alleen maar als je Liam ligt op zijn bouw, dan kan ze niet meer een hoofdje omhoog. Oh. En toen kon hij wel. In 5 maanden, toen was hij 5 maanden, kon hij wel, kon hij zelf omdraaien van links naar rechts en naar boven. Met hoofdje omhoog, op die moment kan hij niet meer. Maar toen hij dan 5 maanden was en dat kon, hadden jullie toen wel al in de gaten dat er iets met hem aan de hand was? Of? Juist niet. Toen was die 5 maanden, was hartstikke alles goed. Perfect. Ja, oké. Ja, dus alles werkte goed en dus je stond er helemaal niet bij stil dat hij een ziekte kon hebben. Hoe is dat gegaan dat jullie erachter zijn gekomen? Hoe ging dat? Wij zijn achtergekomen, wij merken zelf dat Liam is zwakker geworden. Bepaalde dingen doet hij met moeite. Ja. Dat zag ik ook bij mijn gezicht. Die gezicht was voor hem meer, draaide meer met zijn tandjes een beetje met moeite. Echt, zag je aan hem gelijk? Hij heeft moeite mee. Moeite mee met omdraaien, spuitje te pakken. Ja, precies. Elke keer als hij liggen op de bouw, altijd houden. Ja, en krijgen wij van opvang zelf dat Liam is een beetje achteruit gegaan. Natuurlijk, we maken zorgen daarover. Hebben wij afspraak gemaakt met de dokter. Ja. Maar omdat Liam is heel erg intelligent, mijn kind. Hij praat over. Hij was 5 maanden toen. Hij roept onze kat. Ah. Hij, serieus. En hij praat mama, papa. Met 5 maanden? Met 5 maanden. Zo. Dat hebben wij ook natuurlijk bij de dokter gezegd. Maar de dokter zei, waarschijnlijk is hij mee bezig met zijn hoofd, met ontwikkeling, met praten. Ja. In plaats van bewegen. In plaats van lopen. Dat meer zijn focus daar ligt. Klopt. En vergeet die bepaalde dingen. Ja, ja. Wij zijn naar huis teruggegaan. Volgens mij een week later hebben wij afspraak gehad consultatiebureau. Dag later hebben wij gekregen informatie dat Liam
voor verbeteren, alles onderzoek voor de zekerheid. Afspraken. Nee, is niet zo hè, wat papa zegt. Hè. Nee, hè, dat is anders gegaan. Hè. Ja. En afspraak met in Haarlem, in de arts, kinderarts. Toen heeft kinderarts naar Liam gekeken, overal gekeken. Blijkbaar dat Liam kon zijn beentjes allemaal niet meer. Hij heeft geen gevoel in de knieën. Met die handeltje. Ja, anders ook met de knieën. Ja, anders ook met die knie. Daar reageerde hij niet op die reflex. Totaal geen reactie. Schrik je dan niet ontzettend als ouder? Op een moment wisten we niet wat is aan de hand. Kasia kijkt naar mij, ik kijk naar Kasia. Ik alleen Google. Ja. En dokter was die eventjes weg. Toen wij waren op internet zoeken wat kan aan de hand zijn. Ja, logisch dat je gaat en zien. En mijn vriendin is achtergekomen, waarschijnlijk heeft die SMA. Ja, ik heb gevonden op de internet dat er zijn symptomen voor SMA kinderen. Wat gaat er dan door je heen als je zoiets vindt op internet? Dat was voor mij ongelooflijk. Ik altijd deze dingen lezen op de internet alleen. Ja. Ik weet het niet dat ik ben de persoon dat heeft met SMA kindje. Dat was voor mij een shock. Ja, want de vooruitzichten zijn natuurlijk heel slecht, hè? Ja. Ik bedoel, ja, je krijgt een kindje, je denkt dat je een gezond kind hebt, dan kom je erachter dat het kindje toch een ernstige ziekte heeft. Ik krijg er 10 punten. Tijdens de geboren, Liam, heeft hij gewoon 10 punten gekregen, was allemaal goed gegaan. Ja, dat is zo'n Apgar-score. Ja, hè? Ja, precies. Klopt. En dan ineens krijg je met iets te maken wat je natuurlijk nooit verwacht had. Nee. En waar heel ernstige verder gevolgen aan vastkleven. Klopt. Want wat staat hem te wachten als hij groter wordt? Verwachting is bij Liam. Dan hij gaat niet meer zelf ademhalen. Ja. En gaat hij niet meer zelf eten zoals nooit. Dat gaat niet meer mogelijk zijn. Nee. En lopen ook niet, hè? Nee, lopen, dat gaat hij bijna zeker niet. Dat zeker niet, nee. Ondanks wat dan ook. Nee. Nou, wordt hij op dit moment behandeld, hè, met een medicijn? Ja. Hij is nu behandeld. Ja? Wordt behandeld met de medicijn Spinraza. Ja. Dat is de punctie in de rug. Ja. Elke 4 maanden hij moet krijgen. Maar levenslang. Ja. Dat is levenslang. Ja. Maar nu is er een ander middel, zijn jullie achtergekomen. Als hij dat op korte termijn mag krijgen, dan hoeft hij dat andere middel niet levenslang te hebben. Hè? Want dat zet het proces stop, toch? Klopt. Ja. Klopt. Maar dat middel was niet in Nederland, maar wel in het buitenland. Hè? Ja. Er is, ik geloof een poosje geleden, Jim Buckham, die had zich ingezet voor zo'n kindje. Ja, en die is in het buitenland ook geholpen. Hè? Waar was Klopt. Dat ook alweer? Dat was in Budapest. In Budapest. Is dat kindje geholpen? Want dat kost godsgruwelijk veel geld. Hè? Jullie hebben uitgevonden dat, dat Liam in Polen geholpen zou kunnen worden. Klopt. Ja, maar dat kost meer dan 2 miljoen euro. Ja. En daar zijn jullie daar is een donatieactie nu voor gestart. Twee donaties. Eén donatie is in Nederland en 2 donaties in Polen. In Polen zelf. Klopt. Een belangrijke factor is, Liam die weegt nu 10 kilo. Ja, en de medicijn kan krijgen tot 13,5 kilogram. En daarna werkt het niet meer, hè? Tenminste, niet voor zijn levenslang dat hij geen medicijnen meer nodig hoeft. Nee, omdat de medicijn boven de 13,5 kilo is een beetje gevaarlijk voor andere organen in de lichaam. Dus voor de andere organen niet goed. Nee. Maar als hij het niet krijgt en hij blijft dus afhankelijk van de andere medicijnen die hij nu wel krijgt, dan gaat hij straks slikproblemen krijgen, ademhalingsproblemen. Dat is in verwachting. Dat is in verwachting. Wij weten het niet wat in de toekomst komt, maar dat is in verwachting, dat is dan in het dossier van Liam in het ziekenhuis. Ja, maar dat maakt het dus wel voor jullie en ik denk ook voor andere ouders natuurlijk enorm belangrijk dat hij dat medicijn gaat krijgen. Precies. Natuurlijk. Hè? Ja, dat want is dat is natuurlijk een hele grote factor van kwaliteit van leven. Ja. Die hem voor de rest van zijn leven, voor jullie en voor hem, meegaat. Hè? Ja. Nou is dat middel
ook in heel, sinds heel kort, hè, in Nederland. Maar jullie komen niet in aanmerking daarvoor, hè, wat ik begreep. Nee. Ze zeggen dat het beste effect is tot 6 maanden en 13,5 kilo. Liam is 12 maanden, maar weegt hij 10 kilo. Dus eigenlijk, de tijd dringt. Die tijd gaat zo snel door. Liam heeft 3,5 kilo. En na 13,5 kilo heeft de andere landen ook niet. Ook niet, nee. Ook niet. Nee. Dus dan, als het niet zou lukken, binnen nu en ja, de tijd dat hij 13,5 kilo gaat wegen, want het andere wat in Nederland is, is dus voor kinderen tot 6 maanden. Ja. Nou, daar is hij is te oud voor. Ben je 12 maanden, ben je te oud voor iets. En hij moet tot de end of the life spinraza krijgen in de rug. Elke 4 maanden. En dat is ook een beetje gevaarlijk, omdat elke keer hij moet narcose hebben. Ja. Wij weten dat alles kan gebeuren. Ja, inderdaad. En zeker in de toekomst, als je Liam geen vanzelf adem kan halen, dat kan heel slecht aflopen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, want dan ben je afhankelijk van apparatuur en je wordt steeds kwetsbaarder. Als hij ook scoliose krijgt, is het ook moeilijk om te andere medicijnen te krijgen, omdat is moeilijk met de prik in de rug. Ja, als daar een kromming in zit, wordt dat steeds lastiger natuurlijk. Dus wij willen zorgzaam. Dus het is voor hem gewoon verschrikkelijk, en voor jullie natuurlijk verschrikkelijk belangrijk, dat die heel snel geholpen kan worden. Dus het is één keer infuus. Eén keer een infuus. Ja, precies. Maar het kost 2 miljoen euro. Het kost veel geld. Het is die duurste medicijn in de wereld. Ja. Ze zeggen wel vaak dat is voor kinderen wat zij ze vergeten. Dat die wereld die kinderen zijn aan vergeten, daarom die medicijn is zo duur. Ja, spinraza is ook echt duur medicijn, kost ongeveer 90.000 per prik. Dus dit spinraza wat hij nu krijgt. Ja. Alleen maar die wordt wel vergoed door verzekering. En dat krijgt hij iedere 4 maanden? Ja, dat is ook veel geld. Dus daarom wij een beetje sens zien geen sens. Ik kan me jullie wanhoop en vragen daarin zo enorm voorstellen, want Nucratie, dat is dus 3 keer per jaar een prik van 90.000. 4 keer eigenlijk. Ja, of 4 keer? Richting. Deze jaar krijgt die Liam 6 keer. 6 keer? Ja. Klopt. Naar die moment dat Liam heeft die groene licht gekregen. Ja. Dat alle nieren, lever, alles is goed met Liam. Dan kon die eerste prik krijgen. De eerste 3 prikken waren elke 2 weken. Oh. Dan één keer in die 4 weken, dan heb je de laatste keer gekregen en nu is het 1 keer 4 maanden levenslang. Ja. Jeetje. Ja, dus het zou fantastisch zijn als hij wel in aanmerking gaat komen voor die... Zogensma. Ja. Zogensma is de gentherapie. Dat is die gentherapie, ja, die ene prik. Omdat de SMA-ziekte is dat Liam geeft de 1 gen. Dat is echt belangrijk voor de spieren, voor de witte maken in de spieren. Dit is echt kapot in het lichaam. Dus vandaar dat het afbreekt. Dus zeg maar kan geven de kopiertje of de goede gen. Ja, en daarna goede gen kan werken. Ja, het is gentherapie natuurlijk. En dat is allemaal nieuw en daar hebben ze natuurlijk jaren aan gewerkt. Dat kost enorm veel geld. Vooral ook omdat het natuurlijk heel weinig voorkomt, hè? Klopt. Dus het kan ook niet veel ingezet worden. Ja. Alle spieren wat Liam is kwijtgeraakt tot nu toe, krijgt hij niet meer terug. Dus voor ons is heel erg belangrijk dat Liam krijgt die Solsema. Omdat op die moment elke dag... spieren van Liam worden gewoon zwakker. En zoals jullie zien, dat zijn gewoon kikkerbillenbeentje. Die willen wij natuurlijk niet. Voor ons is het heel erg belangrijk dat Liam in de toekomst gaat zelf eten en zelf ademhalen. Dat is voor ons op dit moment prio. Ja, toch, Liamek? In de maneschijn. Klom ik op mijn ladder naar het raam, kozijn. Maar je waagt het niet, maar je waagt het niet. Zo doet de vogel, zo doet de vis. Zo doet de duizendpoot die schoenen poetsen is. En dat is 1, en dat is 2,
En dat is dikke, dikke, dikke tante Kee. En dat is recht. En dat is krom. En zo draaien wij het wieltje nog eens om. Rom, bom. We begrijpen allemaal dat de tijd dringt. Dat jullie met de rug tegen de muur staan. Je kan niet naar links, je kan niet naar rechts. Dus er is een donatieactie gestart voor onze Liam. Hoe kunnen mensen doneren? Iedereen dat wil onze steun, kan doneren via website. Onze vraag is voor alle mensen met liefde. Help onze zoon, dat is voor ons heel erg belangrijk. Tijd tik. Liam wordt nog steeds vaker en zwakker. En ze is groot geweld. Zij zelf ouders. Ze weten wat ik voel, wat mijn vriendin voelt en wat Liam alsjeblieft helpen. Bedankt. We hebben dus net met Piotr gesproken, kennis gemaakt met kleine Liam en met Kate. En hier hangt zijn versiering, 1 jaar. En we willen natuurlijk dat we over 21 jaar nog weer een keer terugkomen en dat er hangt Liam 21 jaar. En dat hij gezellig taart mee kan eten en gezellig mee kan drinken. Ja, en kijk, het is een prachtige tafel. Hij heeft vanuit heel Nederland, hè, van mensen die jullie helemaal niet kennen, maar die wel meeleven. Allemaal lieve kaartjes gehad, verjaardagskaartjes. En cadeautjes ook. Ja, hier, cadeautjes zijn er ook gekomen. Dus ik hoop dat iedereen die nu gekeken heeft, ook mee gaat leven. En steun onze kleine Liam, sleep hem hierdoor, maak geld over en zorg dat deze kleine intelligente man trouwens een zo mooi mogelijk leven tegemoet gaat. En laat deze ziekte stoppen in zijn lichaampje. Stort, doneer, alle beetjes zijn welkom. Dankjewel. Dankjewel.